Universiteit van Nederland. Legt uit. Maken we de aarde niet kapot met onze elektrische auto's? Nee, zeker niet. Minder CO2-uitstoot, minder grondstof. Echt, deze is in alle opzichten beter voor het klimaat. En ik ga je uitleggen waarom. Het bijzondere van een elektrische auto is de batterij. Die zit onder je achterste en er zitten allerlei bijzondere materialen in. Zoals lithium, maar bijvoorbeeld ook kobalt, mangaan en heel veel nikkel. Zo'n batterij heet een lithium-ion batterij omdat de lithium-ionen van de positieve naar de negatieve kant op en neer zwemmen tijdens het opladen en ontladen. En lithium heeft als voordeel dat het ook hartstikke licht is, bijvoorbeeld vergeleken met een loodbatterij. En daarom gebruiken we het zo graag in bijvoorbeeld auto's. Waar vind je dat lithium is natuurlijk de volgende vraag. Lithium kan je eigenlijk over de hele wereld vinden. We halen het voornamelijk uit Zuid-Amerika, maar best wel veel uit Noord-Amerika. Er is heel veel te vinden in Europa. Er is natuurlijk heel veel te vinden in China, we hebben misschien allemaal al van gehoord. Maar het meeste halen we op het ogenblik uit Australië. Maar als we al die lithium nou samen nemen, is dat dan wel genoeg om alle auto's van energie te voorzien? Alles bij elkaar weten we nou al 150 megaton lithium te vinden. Per auto hebben we ongeveer 15 kilo nodig. Dus dat is samen genoeg voor 10 miljard auto's. Dat is 5 keer zoveel als er nu zijn op de wereld. Lijkt me genoeg. We moeten wel de productie van lithium met een factor 20 opschalen. Dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Gelukkig zijn er nog maar heel weinig lithiummijnen, dus dat kan makkelijk. Laten we lithium voor die auto's nou eens vergelijken met olie. Elk jaar halen we 3500 megaton olie uit de grond. En van lithium winnen we maar 0,2 megaton per jaar. Dat is nogal een verschil. Terug naar die batterij, want er zit niet alleen lithium in, maar bijvoorbeeld ook heel veel nikkel. Nikkel kan je echt bijna overal op de wereld vinden. Dat is in Afrika te vinden, is in Amerika te vinden. En ook heel veel in Indonesië, maar bijvoorbeeld ook in Siberië. Mangaan kan je ook op allerlei plekken vinden. Je vindt het heel veel in Zuid-Afrika. Je kan het ook op de oceaanbodem heel goed vinden. En tenslotte hebben we kobalt. Kobalt is heel veel gedoe over. Is vooral te vinden in Congo. En daar wordt het veel gewonnen met kinderarbeid. Dit wil zeggen hele families die hun kinderen meenemen. En dat zijn de allerarmste. Wat moet je daarmee? Heel lastig verhaal, het komt steeds minder voor een batterij, maar een lastig scenario. Maar even terug naar die lithium. Hoe komen we daar eigenlijk aan? Nou, er zijn 2 methodes voor. En de eerste methode is wat we bijvoorbeeld in Zuid-Amerika heel veel doen. Dat is water laten verdampen. En dat heeft wel wat impact op het milieu. Dat is niet altijd helemaal onproblematisch. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, in Zuid-Amerika pompen ze water op waar heel veel zout in zit uit de grond. Lithiumzout, onder andere. Dat ziet er een beetje zo, een beetje troebel. Dit laten ze dan vervolgens verdampen en dan hou je dus lithiumzout over. En daarmee kan je dan weer batterijen maken. De tweede methode die veel gebruikt wordt, bijvoorbeeld in Australië, is dat ze rotsen opgraven en vervolgens helemaal fijn hakken. En daarna via een chemisch proces lithium uithalen. Nu is het winnen van grondstoffen nooit een schoon proces, maar het winnen van olie en gas is dat natuurlijk ook niet. Een benzineauto gebruikt over zijn levensduur wel 20.000 liter benzine. En op het eind is die verbrand, is die weg. En die elektrische auto heeft maar 1000 keer zo weinig lithium nodig. En dat kan je vervolgens hergebruiken. En als we echt een probleem zouden krijgen met lithium, wat dus niet zo is, dan zouden we bijvoorbeeld natrium kunnen gebruiken om batterijen mee te maken. Echt, er zijn mogelijkheden genoeg om batterijen te maken. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij binnenkort allemaal elektrisch rijden. Waarschijnlijk heb je ooit geleerd om je neus te snuiten als je verkouden bent. Dat doe je al je hele leven. Ik ben Godelieve, KNO-arts. En ik leg je in de volgende aflevering uit waarom je dat helemaal niet moet doen.